De bewustwording van het belang van duurzame landbouw in Suriname is nog niet op het gewenste niveau. De Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname, DONS, heeft het daarom al geruime tijd op zich genomen kennis en inzichten hierover te delen. De organisatie heeft in dit kader vandaag een landbouwcongres georganiseerd. Het belang van goede en gezonde zaden, teeltechnieken en een perfecte waterhuishouding is tijdens het landbouwcongres van vandaag benadrukt. Verschillende deskundigen uit de agrarische sector hebben de deelnemers toegesproken. Daarnaast was het publiek ook in de gelegenheid vragen te stellen over de landbouwsector. Hendrik Comvalius, coördinator van de stichting, zegt dat de boeren in Suriname met enorm veel problemen te kampen hebben. Vaak leiden ze door gebrek aan kennis veel schade. Comvalius benadrukt dat het gezond maken van het duurzame landbouw in Suriname geen gemakkelijke proces is. Volgens hem is onderlinge samenwerking van de boeren daarom een belangrijk vereiste. De duurzame landbouw in Suriname stimuleren om te zorgen dat het gezond wordt, is een langdurig proces. Maar je moet niet opgeven en iedereen moet meewerken. Ik denk dat als iedereen meewerkt vanuit enthousiasme en niet alleen maar gewoon tegenwerken of negatief, dan komen we ook verder. Want de potentie in de landbouw in Suriname is gigantisch. Laten we elkaar gewoon een beetje ondersteunen en samenwerken, dan komen we verder. Ja, wat je ziet, dat mensen die succesvol zijn, succesvolle agro-ondernemers of boeren, die willen hun kennis en ervaring niet delen met andere boeren. Als er reden wordt opgegeven, ja, ik heb er hard voor moeten werken, dus dat ga ik niet delen. Maar die boeren die bij ons zijn aangesloten, althans die wij in ons bestand hebben, daar hebben we de harde afspraak mee gemaakt dat ze hun kennis en ervaring moeten delen met andere boeren als er om gevraagd wordt. Dus bijvoorbeeld als een keer een behoefte is aan een tractor of een graafmachine, moet een andere boer daar beroep op kunnen doen. En dat kan gratis zijn, maar of een kleine bijdrage geleverd worden. Maar die samenwerking is echt noodzakelijk. Tanya Liwashu, die namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, aanwezig was op het congres, stelt dat boeren meer in actie moeten komen. Ze wijst erop dat er vanuit het ministerie voldoende middelen beschikbaar worden gesteld aan de landbouwers. Ze hebben nog steeds een afwachtende houding. Nu moet ik u vertellen dat aangezien ik actief ben in die sector, dat ik meer dan goed besef wat hun challenges zijn. Want geloof mij, ik ga eerder kijken naar mijn crop of het goed groeit en wat ik er allemaal voor moet doen, want dat zorgt voor zekerheid van inkomsten. Dus het is een grote uitdaging. Maar nochtans, vandaar dat ik die oproep plaats, ze kunnen gaan naar het SAMAP-team of het ministerie op de vraag om die ondersteuning. En dan kan er met hun gekeken worden wat de beste tijd is. Tanya Liwashu, deskundige van het ministerie van LVV, vandaag tijdens de landbouwconferentie van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname. De activiteit is gehouden in de ballroom van Torarica.